Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlogmasdag video. Lekker bij de kerstboom. Het is vandaag donderdag 7 december en ik ben alvast op werk. Ik ben er weer een beetje vroeg, want we slapen dus in het nieuwe huis en er is nog geen wifi. Dus ik wil nog even de video uploaden. Ik heb ook lekker een trui van mijn vriend aan met een pantalon en mijn UX eronder. En ja, als jullie er zin in hebben, doe zeker een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Nou, de kerstboom hebben de meiden uit mijn klas gisteren opgezet. Hij is wel een beetje kalig. Ik heb daar gewoon het licht aangezet. Maar het ziet er wel cute uit. Daar gaat het om. Dus ik ga nu even snel ook ontbijten. Deze had ik hier nog in de koelkast staan. En anders is hij over de datum. Deze is heel lekker. Dus dat ga ik nu eventjes opeten en de computer opstarten. Ik moet eigenlijk ook echt nog heel eventjes een beetje mijn haar borstelen. Maar dat doe ik zo. Ik ga nu eerst even de vlog editen. Klein stukje nog hoor. Want anders dan vergeet ik dat. Maar ik was bijna klaar. En ondertussen ga ik even mijn kwark eten. En ik ben zo benieuwd wat jullie van de vlogs vinden tot nu toe. Ik vind dus wel dat ik wat minder reacties en alles krijg dan normaal. Dus ik hoop gewoon dat jullie het wel alsnog leuk vinden. En het wordt ook wat minder bekeken dan normaal. Maar ja, dat is soms lastig om in te schatten wat nou precies goed wordt bekeken. Oh, ik knoei gelijk. Ik dacht, misschien is het wel leuk om even een kerstachtergrond te doen als welkomstpagina. Dus dan moet ik eventjes kijken welke ze hebben. Deze. Toevoegen aan huidige les. Deze vind ik wel cute. Die ga ik doen. En de rest ga ik gewoon, hoe doe je die naar het begin? Zo, nou ik ga hem even veranderen naar vandaag. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. De prachtige kerstboom staat in de klas. Yay. En het ziet er gelijk heel gezellig uit. Sinterklaas de deur uit, kerst komt er gelijk in. Ja. Wat we vandaag gaan doen. Het is vandaag donderdag 7 december. We gaan zo eerst het huiswerk bespreken van taal. Helaas hadden sommige kinderen niet het huiswerk helemaal af, dus daar moest ik een kruisje zetten. Verder gaan we daarna met rekenen de toets afmaken. Atlantis les 4, die gaan we in tweetallen doen. Tweetallen heb ik al gemaakt. Dan gaan we eten en drinken en buiten spelen. Dan hebben we weer spelling les 1, dus dan gaan we weer een woordzoeker doen met plaatjes. Taal les 1, pauze. Dan komt juf Laura komt Engels geven. Dan gaan we verder met muziek. En heb ik een knutselopdracht voor jullie. En dan is de dag alweer voorbij. Verder, wat ik wilde vertellen. Morgen komt er een lijst te hangen voor het kerstdiner. Want we hebben dit jaar dus voor het eerst weer een kerstdiner. Het is geen kerstontbijt, maar een kerstdiner. En het is leuk als iedereen iets maakt of meeneemt. Het kan zijn dat je zelf iets gaat bakken, maar het kan ook zijn dat je iets gaat kopen. En ik wil dat jij er even over na gaat denken en ook even thuis gaat vragen van, wat ga jij nou maken? Want dat is wel handig als we morgen de lijst gaan ophangen, dat jij even weet, dit wil ik maken. Gaan we even het huiswerk bespreken. Oké. Dus ze koopt kerstversieringen, betaalt €4,50 per stuk. Oké, 36 gedeeld door 4,50. En hoeveel is dat, inderdaad? Dus wat is dan het antwoord? 8 wat? Versieringen. Ja, 8 kerstversieringen of 8 versieringen. Gaan we naar de volgende, opdracht 5. Een kerstlichtsnoer heeft 50 lampjes en knippert elke 2 seconden. Hoeveel seconden duurt het voordat alle lampjes samen 1 keer knipperen? Oké, wie weet het. Luister goed, wat we gaan doen. Kijk even naar het bord. Want
Het doel van deze les is dat jullie mij straks kunnen vertellen hoe frisdrankverpakkingen worden gemaakt. Nou, op welke manieren kun je frisdrank verpakken? Bijvoorbeeld cola of Fanta. In wat voor verpakkingen zit dat? In een plastic fles? Wat hebben we nog meer? Waar kan je frisdrank nog meer in verpakken? In blikjes? Nog meer? Celine? Soms heb je ook dat in een pakje zitten. Ja, heel goed. Dus je hebt allemaal verschillende manieren om frisdrank te verpakken. Gaan we kijken naar de eerste tekst, tekst 2.4. Pak hem er even bij. Hij staat ook op het bord, maar ik wil omdat je hem even in je boek bekijkt. 2.4. Die frisdrankflessen, die plastic flessen, noem je ook wel eens petflessen. Misschien hoor je dat thuis wel eens. Maar hoe worden die petflessen nou gemaakt? Kijk eens naar de plaatjes en lees eens de titels. Waar denk je dat die flessen van worden gemaakt? Dus jij denkt een beetje zoals de vorige les. Het wordt in een soort mal of een matrijs wordt het gegooid. Het wordt gesmolten en dan krijgt het een bepaalde vorm. Mooi. Les 1 van spelling. Lastige samenstellingen. Ik leer samenstellingen schrijven waarin medeklinkers bijna hetzelfde klinken. Of waarin ik een medeklinker bijna niet hoor. Bijvoorbeeld, je hebt het woordje middellijn. Hoor je dan dat middellijn met dubbel L is? Dat hoor je niet goed. Maar je hebt middellijn. Lijn. Dus daardoor weet je dat je het met dubbel L schrijft. Drukknop. Dan hoor je ook niet goed dat het dubbel K is. Maar je hebt drukknop. Dus daardoor schrijf je het met dubbel K. Knoop. Sorry, knoop. Oh, dan is dat gelijk een foutje die ik heb gemaakt. Want ik heb hem in de woordzoeker, heb ik drukknop. Maar het is een drukknop. Dus als je hem in de woordzoeker tegenkomt, is het drukknop. Fietsleutel, nieuwbouwwoning, wespennest, feestdag, chipzak, roofvogel, atletiekclub. Ja? Jullie krijgen zometeen van mij een woordzoeker. Er zijn 15 plaatjes verstopt. Je gaat zo meteen de plaatjes zoeken, tussenruimte, gang en in de klas. Bijvoorbeeld, hier is nummer 7. Ik kijk, oh, en ik zie hier, wat is dit? Een roofvogel. Achter nummer 7 schrijf ik het woordje roofvogel. Je zoekt eerst alle woorden, daarna maak je de woordzoeker. Dit woordje is dus drukknop, want ik heb even de verkeerd gelezen. Ja? Wie heeft er een vraag? Als je de woordzoeker krijgt, mag je gelijk beginnen. Ja, 6. Welke? Goed bezig. Nou, ik ben thuis van werk en ik heb dus eigenlijk helemaal niks meer gefilmd. We hadden nadat de kinderen weg waren, had ik dus een vergadering. En toen was het uiteindelijk iets van 5 uur, dus toen heb ik niks meer gefilmd. En ik ben dus nu in het nieuwe huis. En ik heb net sushi besteld, want we gaan lekker vanavond sushi eten. Want we wilden eerst gaan koken, maar het is echt nog zo'n troep. Dat is niet normaal. En dan is het gewoon echt niet handig om te gaan koken. Dus het was een goed excuus om lekker gewoon niet te koken. Wat ligt hier? Oh ja. Nou kijk, zo ziet de eettafel er nu uit. En deze vaas, we weten nog niet waar we die vaas gaan zetten. Misschien wel op deze tafel. Dit is namelijk het tv-meubel. Heel leuk. En ik ga even de verwarming aanzetten. Want die stond uit. En de wifi doet het dus niet. Dus er komt zaterdag iemand voor de wifi. En we willen dus dit weekend eigenlijk ook alles verhuizen. Zo. Dus er wordt straks lekker sushi bezorgd. Want we wilden eerst koken. Maar ja, ik zal het even laten zien. Dit is de status van de keuken. Dus we gaan dit eventjes vanavond opruimen. Want het is gewoon wat makkelijker. En dan ga ik nu heel eventjes
Lekker een kaarsje aanzetten. Ik heb de verwarming even wat aangezet. Dan kan het een klein beetje warm hier worden. Want het is nu echt zo koud. Ik ga hem hier ook lekker aanzetten. Als ik erbij kom. Nou, daar kom ik eigenlijk niet bij. Nee. Dus ik ga lekker nu even het huis een beetje in orde maken. Even wat placemats neerleggen en even een kaars aansteken. Ja, ik doe het gewoon heel even simpel zo. Zodat we zo meteen lekker de sushi hier kunnen eten. Oh, het is zo koud. Die verwarming moet echt eventjes aan. Ja. Nou, hij wordt nu al warm. Dus dat is top. Ik ben dus echt bang dat ik vandaag zo weinig heb gefilmd. Maar ja. Ik kan ook niet beloven dat elke vlogmes even lang is. De afgelopen week heb ik wel heel erg mijn best gedaan. Maar ik weet dus niet hoe lang het vandaag gaat duren. Maar ik ga in ieder geval een beetje opruimen. Dus ik zal even een timelapse in beeld doen. En ja, ik heb lekker mijn badjas over mijn kleding. Nou, ik heb de keuken eigenlijk echt best wel goed opgeruimd voor nu. Want ik ga het dus vanavond met mijn vriend ook opruimen. Maar ik heb in ieder geval dit leeggehaald. En ik heb even de waterkoker neergezet. De glazen, dit moeten we dus even afwassen. Dit moeten we nog opruimen, maar ik wil even met mijn vriend overleggen waar dit wil hebben. En ik heb dus alvast de magnetron en het koffiezetapparaat heb ik neergezet. En ja, gewoon een klein beetje opgeruimd. En dan gaan we zo lekker samen sushi eten. Heel veel zin in. Lekker. Loempiaatjes. Boontjes. Zullen we hier de sojasaus in doen? Best. Nou, de sushi was wel lekker, toch? Ja, heel lekker. Oké. We gaan even het kleed bekijken, want ik ben heel erg nieuwsgierig. Mag ik hem openmaken? Ik was helemaal vergeten de vlog af te sluiten. En ik hoop dat die lang is geworden. Ik ga hem nu gelijk editen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je heel snel weer morgen. Dan weer bij een nieuwe vlog. Doei doei!